Nou, we hebben het afgelopen kwartaal weer veel volatiliteit gezien in valuta, zoals Turkse lira of Argentijnse pesos. Maar we kunnen het komende kwartaal misschien juist wat volatiliteit verwachten, veel dichter bij huis in het Verenigd Koninkrijk. Nou, dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de Brexit. Nou, heb ik wat grafieken meegenomen om te illustreren dat we inderdaad volatiliteit kunnen verwachten. Nou, deze grafiek laat de voorspellingen zien van economen gepost op Bloomberg. Wat een range aangeeft tussen de 1,10 tot de 1,58 op sterling dollar. Wat laat zien dat het een behoorlijke spreiding is naar wat er verwacht wordt tot aan het vierde kwartaal. Dan deze grafiek, die is van enkele weken terug. En die laat zien dat eerst de pond behoorlijk aansterkte toen Barnier zei dat hij dacht dat een deal mogelijk was binnen 8 weken. En vervolgens weer helemaal inklonk op het moment dat de Checkers deal van Theresa May sneuvelde in Salzburg. En tenslotte hebben we nog deze grafiek. Die geeft een beeld van de optiemarkten. En die laat zien dat de verzekeringen gekocht tegen een lagere pond tegenover de dollar op het hoogste punt staan, of het meest aantrekkelijk zijn, of het meest worden gekocht sinds het referendum op de Europese Unie. Nou goed, ruwweg zijn twee scenario's. Of er komt iets van een deal à la Canada ++, of er komt geen deal. Nou, wat denken wij van Monex Europe dan dat gaat gebeuren? Uiteindelijk verwachten wij dat er iets van een deal gaat komen. Nou verwachten we dat niet gelijk dat het deze woensdag en donderdag gaat gebeuren, omdat Theresa May niet echt een plan heeft dat ze kan presenteren aan de EU deze keer. Maar uiteindelijk in november of december volgen er nog meer bijeenkomsten tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, waarin we uiteindelijk een soort van Brussels fudge verwachten, wat een Engelse term is voor de stroperige besluitvorming uit Brussel, dat er uiteindelijk een soort van compromis komt waarbij alle landen zich wel enigszins kunnen vinden. Maar dat betekent wel een deal en dat betekent dat het pond kan gaan aansterken. Het pond is namelijk enorm ondergewaardeerd op basis van historische waarderingen. En daarom kan hij aan het eind van het vierde kwartaal als een stuk hoger staan dan nu. Je moet echter wel wat flinke zenuwen hebben, want de pond kan behoorlijk op en neer gaan. Zoals we ook al zagen in de tweede grafiek, dat met elke headline van nieuws schiet de pond weer naar beneden of naar boven. Dus stalen zenuwen vereist, maar wellicht een interessante positie om in te nemen.